Ja, over kleur. Ja, en dit is dan groen. We hadden een discussie over... jij bent kleurenblind. Ja. Ik niet. Dus... Weet je, wij noemen dit blauw, maar zie ik wel hetzelfde als iemand anders die dit ook blauw noemt? Want dat weet je natuurlijk nooit. Dit kan best... En dit, weet je wel? Ja. Nou, dus voor mij, dit is één pot nat hiermee. Soms denk je dat iets groen is of geel is, en dan blijkt het is vooral in groentinten zijn zoveel variaties. Ja, dit noem ik ook groen. Moet je nagaan. Dat is toch, het lijkt niet op dit, toch? Nee, dat klopt. Maar het is wel allebei vooral groen. De groenen heb ik problemen mee. De groenen. En de bruinen. Oh. Nou, bruin hebben wij niet in deze set. Hey, je komt oorspronkelijk uit Zwolle. Ik ook. Vond ik een geinige overeenkomst. Maar... Waar kom je dan uit Zwolle? Ik kom uit de Aalanden. Oh. Uit iets een Zwolle nieuwbouw. Noord. Nieuwbouw. Nee, ja, het is nog niet zo heel nieuw. Zwolle-Zuid is helemaal nieuw. Maar wat ik me nou afvroeg, gaat je voorkeur nou uit naar de grote stad? Of zou je misschien ooit wel terug willen naar de regio? Nee, ik moet er niet aan denken. Nee? Dan zie je altijd dezelfde koppen. Dat vind ik heel... Nee, ik zou niet in een kleinere plaats... Te weinig afwisseling. Nou, dan ziet iedereen zo bovenop je, weet je wel. Ja, de sociale controle is dat... Ja, en dan worden ze ook allemaal zo bezopen s'avonds en zo. Nee, ook niet. Niet allemaal. Hey, een nieuwe album. Heel iets anders. Swing en jazz. En had dat altijd al je voorliefde? Ja, ik ben ermee opgegroeid, weet je wel. Ik had een vriendje die heeft het echt... Die bleef maar zeuren over jazz. Op een gegeven moment begon ik het mooi te vinden ook. En dan, maar je hebt wel jaren rock gemaakt, tenminste voornamelijk rock. Ja, maar ik zit niet voor één gat gevangen. Ik kan dus moeiteloos achter elkaar, kan ik de Smashing Pumpkins en Nick Cave en Chet Baker enzovoort, weet je wel. Dat is een heel breed gebied waar ik geïnteresseerd in ben. Moeite heb ik dan wel met de polka of... Ja, precies. Nee, maar ik kan was net hier in Bussum in een Irish pub en dan draaien ze van die hele opgewekte muziek. Dat vind ik dus echt heel erg. Muziek kan ook heel erg zijn, bedoel ik. Het doet altijd iets met je, maar het kan ook vreselijk zijn. Maar naar verschillende dingen luisteren en geïnteresseerd zijn in verschillende muziekstijlen om te beluisteren... is dan nog weer wat anders dan ervoor te kiezen om het zelf ook te gaan maken. Ja, 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 je bedoelt, hoe kwam ik daarbij? Ja. Ik moet je iets bekennen. Het wordt me vaker gevraagd, maar ik weet niet meer hoe dat... Er gebeurde iets waardoor ik plotseling... Ineens dacht. Er was een band, die hadden een paar nummers van mij gearrangeerd in een big band arrangement. Ja. En op de een of andere manier is dat ontstaan, dat plan. En het bleek nog een rage te zijn ook in Amerika. Ja, in Amerika op dit moment. Dus ik denk dat ik dus... Ik zal wel daarin gemanipuleerd zijn. Ga je hem daar ook uitbrengen? Omdat het nu daar... Nee, maar het is nooit weg natuurlijk. Dat is mooi meegenomen, toch? Ja, dat is toch? Gewoon handig. Ja. Ja. Maar kijk, ook de stap bijvoorbeeld van rockabilly naar swing is ook heel klein. Ja, dat is waar. In rockabilly inderdaad, dat had je... Weet je wel, dus wat... Dat betreft ligt het allemaal helemaal niet zo echt ver uit elkaar. Maar jazz is natuurlijk wel een soort muziek die wel iets meer vergt van de muzikant. Kijk, een popmuzikant wil altijd precies weten wat hij moet doen. Terwijl, ja, precies. Dat is misschien iets vaster omlijnd. Een jazzmuzikant die gaat dus... Het is vooral improvisatie. Ja. Hey, en die big band, ik heb ergens gelezen dat je ultieme droom was om nog een keer... Als je dat gelezen hebt, dan is het zeker waar, ja. Dat wil ik niet zeggen, maar daarom check ik het nog even. Nou, kijk, op het moment dat het gebeurt, dan is het toch, voel je wel een behoorlijke Piet. Ja, zoveel mensen om je heen, zoveel geluid, zoveel... Je zit oog in oog met een behoorlijke Piet. Ja, dank je. Goed, ik zeg het mij. Ik ben de Piet. Nee, ik weet het. Hey, oké, nou we gaan zo even genoeg verder. Genoeg gelul, bedoel je. Nee, we gaan eerst even naar een nummer van je kijken. En niet een van deze cd, ja, hij staat er wel op, maar we gaan naar de originele versie kijken van Saturday Night.
We kijken naar Saturday Night. Wat is nou jouw favoriete zaterdagavond? Mijn favoriete zaterdagavond? Ja, hoe zou je de ideale zaterdagavond, wat doe je dan? Als ik zit in mijn vertrouwde stille hoek. Ja? Zaterdagavond vind ik dus de ergste avond van de week. Waar iedereen helemaal door het lint is. Dan voel ik me altijd een zeer wereldvreemd. En dan ga ik liefst terug naar mijn breiwerkje thuis. Weg van alle herrie. In rechts en in averechts. Ja, ik ben sowieso allergisch voor dat opgewekte. Ja, precies, dat het moet op zaterdag of zo. Ja, weet je, en dan het hele zootje. En dan ook dat volume waar mensen mee spreken. Ik ben er echt, ik kan er niet tegen. Maar dat heb ik ook als de telefoon gaat, hoor. Dan doe ik ook net of ik slaap, bijvoorbeeld, weet je. Laten gaan. Ja, maar soms gaat hij maar door. En dan... Uiteindelijk stopt hij vanzelf. Houd het een keertje op. Nee, telefoon kan ook minstens zo storend zijn als zaterdagavond. Mm. Het zijn problemen allemaal. Vandaar dat ik misschien ook zo'n liedje erop over heb. Vraag je af misschien. Ja. Zeker. Ja. Hey, een van je dochters, Lola. Oh, John Travolta. John Travolta. Ja, daar kwam het door. Dat was de inspiratie. Ja. John. Hey, Lola is nu 13. Als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Die heeft natuurlijk de TMF-leeftijd. Ik weet niet of ze veel kijkt, maar ik kan me zo voorstellen dat jullie behoorlijke gesprekken voeren over wat nou echt goede muziek is. Zij opereert dus totaal onafhankelijk van waar ik mee bezig ben. Ja. Ze houdt wel van me, maar die muziek die ik maak heeft ze dus geen boodschappen. Maar ze zingen wel met de hele klas van begin tot het einde tekst van Viervoeters bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat is ongelooflijk. Ja, want ze is helemaal niet goed, niet zo'n kei op school. Maar die tekst kennen ze dus. Kan ze dan wel onthouden? Dat is waanzinnig. Ik wist echt, dan weet ik niet wat ik hoor. Maar interesseer jij je in haar muziek? Kan je het volgen? Oh, begrijp absoluut, jij die muziek? Absoluut. Ik vind, het gebeurt heel vaak dat ik muziek mooi waardeer, omdat zij het mooi vinden. Er zat een periode, Spice Girls, ja. Top. En dan, van de ene dag op de andere, mocht het niet meer. En waarom ben ik nooit achtergekomen, maar... Dat is niet stoer meer.
dan is het niet. Nee, dan is het op een of andere manier. Maar. Dus dat betekent wel dat ik. Ik vind dus alle muziek die een effect heeft op zoveel mensen tegelijk, vind ik dus, heeft bestaan, vind ik dus de moeite waard. Het heeft bestaansrecht, weet je wel. Ja, precies. Het maakt niet uit wat nee, je minder van vindt. Als dus zoveel mensen tegelijk iets mooi vinden, denk ik, dan heeft het dus. Dan zin. Maakt het sens, weet je. Ja. Dan heeft het. Maar dat wil, ja, kijk, de muziek, die zij heeft geen boodschap aan Nick Cave of zo, weet je, dan weer. Nee, precies. En dingen waar ik plat voor ga, dus. Maar dat staat ons niet in de weg verder. Nee, maar dat is de gezonde. Ze kruipt nog steeds bij mij op school. Ja, precies. Nee, maar dat zijn, weet je, er zit altijd zo'n generatiekloof en helemaal in de smaak van muziek tussen, ja. Wat vind jij en maar wat, kijk, dan heb ik nog een dochter van. Van drie, die draait een Barbie girl, weet je wel. Ja. En, dus, maar als je dus ziet hoe mensen ergens te gek op gaan, dan vind ik het. Dan is het. Dan vind dan ik is het ook. Goed. Ja, dan is het toch. Ja. Hey, en muziek is natuurlijk heel erg belangrijk voor je geweest, altijd. Maar andere vormen van kunst, schilderen ook. Is de Herman Brood die schildert dezelfde Herman Brood die muziek maakt? Of zijn dat twee hele verschillende kanten van je? Nee. Weet je, ik probeer wel eens iets te bedenken. De overeenkomsten zullen er misschien wel zijn tussen de manier van de muziek maken en de manier. Maar uiteindelijk, dus de overeenkomst is dat het is gewoon dit manneke die dat maakt, weet je wel. Dat is vanzelfsprekend al één overeenkomst. Maar ik bedoel, sommige dingen kun je misschien kwijt in je muziek die je niet kwijt kan in je tekeningen, of is dat niet zo? Heb je die twee allebei nodig om je ei kwijt te kunnen? Ik vind popmuziek vind ik dus een veel grotere uitdaging als schilderen. Weet je. Ja. Ik vind dus een popsong schrijven en een rock'n'roll band, vind ik dus, dat heeft veel meer impact als welk. Kijk, als ik mag kiezen tussen naar Iggy Pop kijken of naar de Nachtwacht. Ja, dat is een heel slap voorbeeld. Maar ik bedoel. Dus het spanningsveld van met met popmuziek in een zaal. En weet je wel, dat is. Dus, het spijt me voor het schilder, voor de schilders in de. Maar, nee, dat doet je meer. Zo de jezus. Ja. Nee, er ligt wel een paar straten tussen. We gaan nu ook even verder met muziek, want we hebben genomineerden. We gaan toe naar de TMF Awards. TMF reikt awards uit aan artiesten. En we hebben nog twee categorieën nominaties te gaan. Laten we even gaan kijken wie er genomineerd zijn voor beste single binnenland. Voor beste single binnenland, maar we hebben natuurlijk nog meer genomineerden. Ik heb Sander mogen ontmoeten, de zanger van Volumia. Wanneer? Gisteren bij de Edison. Ja. En, leuk, heel leuk knul. Was een het is ook. En wat Henk Westbroek betreft vond ik het leuk dat hij zei van, als ik vaak op televisie ben, gaat de plaatsverkoop achteruit. En als ik er minder op ben, dan gaat het weer. Stijgt het. Dat vond ik heel lief. Ja, dan moet hij misschien. dus, voor een burgemeester. Dat is leuk. Maar Xander, die. Dat is wel een charmeur, hè, die jongen. Die is, wie? Die Xander van Volumia. Die wel, ja. Die breekt harten bij het leven. Goed, en ja, naast de. Ja, ik ben ook de pineut nu, ja. Ja, ook breekt harten bij het leven. Dat is, ik durf te zeggen dat ik straks faxen krijg van mensen die zeggen, nou. Ik vind hem echt leuk, gewoon. Ja, hij is ook leuk. Ik vond hem ook leuk. Hij is. Nou ja. Nou, ik vond hem niet leuk. Overdrijven. Ik vond hem leuk. Goed, we gaan even kijken naar de genomineerden voor beste single zijn buitenland. Categorie beste single buitenland, dat waren ze weer. Jij kan je stem uitbrengen. Dat kan je doen via telefoonnummer 0909 1309. Maar je kan ook stemmen via onze TMF Cybersite. Heel hartelijk dank voor je komst. Nog één vraagje. Zit er een tour verbonden aan je nieuwe album? Ga je nog het land door? Ongetwijfeld. Ja. Nou, dan weten jullie dat als je. Doei. Heel erg bedankt voor je. Ik bedoel, je data's verwacht je toch niet van mij? Nee, joh. Nee, dat zoekt men zelf maar uit. Maar ze weten in ieder geval dat je. Verlaat ik nu de groene stoel. Ja, kijk uit. Verlaat de groene stoel. Red je het wel zonder mij nu? Nee, ik ga even een clipje aankondigen. Dan ga ik even uithuilen. Maar ik kan beetje gaan, water dus drinken. Ja. Ja. En dan komt het goed. Bedankt. Dan ga ik. We staan voor het huis van Herman Brood, muzikant, schilder en fenomeen. En we gaan eens binnenkijken. Het zouden deze twee linkse bellen zijn waar niks bij staat. Wat voor krant zou hij lezen?
Oh, de echo gewoon. Hallo. Alsjeblieft. Dag Herman. Zit je samen? Ja. Oh, dat is lang geleden. Zo, je hebt een lift. Kun je heel even vasthouden? Ja, natuurlijk. Even een glaasje. Ja? Een glaasje, ja. Kijk, daar wel even open. Het is wel handig om boven een café te wonen. Zeer handig. Wat is er daar? Omdat ik... Ik ruik... probeer zo ongesteld. Dit is crème de menthe. Ah ja. Het woord zegt wel. Ja. Puur zo te ruiken. Ja, met ijs. Het is een kwestie van de sleutel, hè? Ja. Of zullen we het hier doen? Ja, dat is goed. Een beetje klein behuis. Misschien wel. Heb je eigenlijk altijd dezelfde kapper? Ik doe het zelf. Echt waar? Ja. Hoewel. Ja. Alsjeblieft. Ook nog een ronde. Ik heb het zo netjes mogelijk gemaakt. Hallo. Dag Rick. Hallo François. Ja, hier woon ik dan. Dat is het bed. Ik probeer eigenlijk een soort gezellig hoekje hiervoor onder. In feite woon ik midden in mijn werkplaats. Hè. Ja. Maar dit is je zithoek. Ja, lichthoek. Het gebeuren speelt zich in feite af rondom de tafeltennistafel. Ja. Dat is een heel belangrijke schakel. Maar er wordt weinig tafeltennis. Nou, maar dit is zo opgeruimd, hoor. Ja? Dit is een belangrijke schakel, deze kast. Ja. Ik gebruik als soort spa-pot. Een piano. Nee, je wint met de... Oh nee, dit is verlies, staat erop. Ja, dan kun je de keuze maken. Ik ga even een nootje doen. Zo. Dat is echt goed. Zo. Oh, is fijn. Ja. Ik wil uitbetalen. Of kan dat nu niet? Of heb je hem geprogrammeerd dat hij altijd winst oplevert? Nee. Kan dat niet? Nee, kijk. Nee, dit is een attractie. En het is ook om de allerergste goklust een beetje dan... Heb je goklust? Enorm. Ja. Het is stapelgek op het casino. Wat is daar zo leuk aan? Ik vind het zo'n geweldige sfeer ik had het ook nooit gedacht van mezelf. Ik heb het nog maar een half jaar. Maar het gaat toch niet om het geld? Want dat interesseert je toch niet zo veel? Het is toch wel heel leuk om te doen. Ja? Ja. Maar wat voor sfeer? Wat vind je daar leuk aan dan? Evenals een bordeel is een casino dus... is een soort code waar dat men je met rust laat. Weet je. Dat vind ik al sowieso een heel groot... Want ik zie mij s'avonds laat niet zo erg een discotheek ingaan. Nee, want dan gaan ze meteen met je praten. Ja, en dan zie ik bijvoorbeeld daar een leuke meid zitten. En dan voordat ik daar ben, moet ik de 80 kills heen roeien. En dan houdt nog iedereen in de gang. Het werkt maar gewoon in het niet. Casino valt toch niks te versieren, of wel? Nee, maar dat heb ik ook niet meer nodig. Hmm. Monogamie in het vaandel. Oh. Ja. Kijk, als de schilderijen dus enigszins klaar zijn, worden ze hier neergezet, in veiligheid gebracht, weet je. Ja. En dan na 7 uur 's avonds kan ik hier niet meer in. Wat bedoel je met veiligheid? Omdat ik anders loop ik altijd te verpatsen op straat, 's nachts. Voor veel te weinig geld. Ja, maar dat kan heel erg variëren. Oh, yes. Maar ja, hier hangt dus het gesigneerde gedeelte. Zijn het klanten of medewerkers?
Katelijn. Koos. Er zijn twee meisjes die net op de motor gearriveerd. Eerst was het één ruimte en het muurtje is er dus heel bewust in gemaakt. Ja. Omdat ik anders geneigd ben de markt te verpesten. Wil je het tafelvoetbal eens kijken? Ja. Ja, dat probeert men dan, hè. Dus ik kwam hier om tafelvoetbal te bekijken? Ja. Nou. Dat weet ik niet zo precies. Ik kan alleen achterspelen. Goed zo. Ja. 2-1, aanval. Oh, het fijn spel is dit. Dat is heel emotioneel van me. Ja. Mijn vriendin had mij de ontmaagding in het vooruitzicht gesteld als ik van haar zou kunnen winnen. Oh ja? Ik heb gevochten als een leeuw. Ja? Tafeltennis. En dit. En toen zijn we vier op een rijtje gaan doen, maar het mocht allemaal niet bij. Nee? Op laatst heeft ze me laten winnen met schaken. Met wat? Met schaken. Oh ja. Dat is toch wel aardig van. Ja, toen was het hek van de dam. Nou, als jullie nou even verder spelen. Ik ga steeds in deze hoeken. Dan gaan helemaal en ik nog even wat doorpraten. Jawel. Waar ben je mee bezig op het moment? Ik heb vannacht heb ik deze. Ja, kijk, dat is ook weer zoiets. Dit is eigenlijk. Nou ja. Kijk, ik had 5 schilderijen in voorbereiding en toen, omdat ik vannacht niet geslapen had, ging ik vanmorgen even bij Hoppen zitten. Komt er een kerel die. Of ik nog wat te koop heb, weet je. En ik, dus, dat is dan buiten de galerieuren om. En dan is de verleiding toch dusdanig dat die man wat 5 stuks de deur uit. Echt hoor? Ja. Dus je hebt wat zakgeld? Een zakprijs, ja. Maar kijk, dat moet niet al te zeer in de gaten lopen, dan, anders wordt het pijnlijk voor de galerie, hè. Ja, want die moeten veel meer vragen dan wat die man. Ja. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het toch ook wel heel erg leuk. Nee, ik wil me daar ook niet aan conformeren, al die onzin, toch? Ik vind, als ik zin heb, dan moet ik gewoon met een schilderij de straat op kunnen. En desnoods weggeven? Ja, doe je dat niet graag? Nou. Wie zijn dat? Ik denk meer aan daar jou. Ik weet niet, dat is een foto van Gerard Wessel, Wessels, en die heb ik geruild met hem voor een schilderij. Erg mooi. Ik doe heel veel aan ruilhandel, weet je, met avondwinkel, met de bakker en zo. Kijk, ik heb ook wel eens ruzie met een meisje en dan krijg je dus dit soort uitspraken. Dat hebben we allemaal dames, die hebben we een beetje gecamoufleerd. Normaal hangt mijn eigen werk hier nooit, hoor. Nee? Dat is eigenlijk misschien wel lollig om te laten zien. Je bent een ontzettende lul. Ja. Dat heeft je meisje opgespoten. Ja. Dan, we hebben wat had je gedaan dan? Zij verdacht mij van vreemdgaan. Oh? Het was niet waar. Zie dit soort. Maar dan gaat ze ook over mijn schilderijen heen. Oh ja? Het spuit dus, ja. Maar ik ga me niet permitteren om daar kwaad over te worden. Nee. Want het spontane wordt natuurlijk gekoesterd. Maar hoe is het nou met het meisje? Heel goed, heel goed. Heel goed. Ik heb hele verhalen erover geschreven, hoor. Over monogamie. Ja? Ik hoop zelfs te promoveren op het monogamie als discipline en principe. Dat valt heus niet mee. Dat komt ooit nog eens een keer uit. Het wordt nog is al gepubliceerd. Uit. Oh ja? Ja. Waar dan in? Kijk, het is net een nieuw boekje. Moet jij nog niet aan de leesbril trouwens? Nog net niet, nee. Nee? Wat is je? Dat komt die leeftijd. Ik heb nooit veel kunnen zien, hoor. Ah.
Zal ik een stukje voorlezen uit het boekje? Ja. Bijvoorbeeld over het casino. Even kijken hoor. Ik vind het niet erg als ik daarbij rook. Nee. Ja, je hebt nooit gerookt, hè? Nee, ik heb het één keer geprobeerd. Maar... Ik vind het vies of zo. Roulette. Ja. Ik vind het heel vies. Ja. Ja. Om die rook in te... Ik vind, als je marihuana gaat nog wel een beetje. Vroeger wel, had ik een keer marihuana gerookt. Want ik kwam mijn moeder eerder thuis dan ik dacht. En ik wist niet waar ze het over had. Ik vond dat zo gênant. Ik liep naar de roulette tafel in een goede bui. Winning mood leek me iets te overmoedig om te permitteren. Hetgeen in feite ook alweer zo'n vorm van bijgeloof is. Het vereist een ijzeren discipline om elk religieus illusionair besef uit te schakelen. Hooguit via de grootste slecht tijdens de derde wereldoorlog vertoonde mannenmoed en waarachtige krachtinspanning kan men zichzelf overtuigen dat het balletje rolt zonder aanziens. Dat er geen enkele logica is te ontdekken. Bleek uit de research die talloze casinogangers vonden, zowel ex- als verslaafden als nieuwkomers met behulp van, of moet ik zeggen, te herkennen aan de met strakke ernst dag in dag uit een notitieboekje in de hand op zoek naar systeem of logica die na één blik op het scorebord in ene maal ontbreekt. Wordt men zodoende geconfronteerd met het aan nachtmerrie grenzende schrikbeeld, het uur de waarheid waarin blijkt dat bidden, zingen, fluiten, nadenken, etc. voor het balletje totaal niet interessant zijn. Pas als zij echte liefde bespeurt, zal ze hem of haar af en toe eens laten winnen. Maar hooguit op zondag, de puddingen gods. En toen, op die derde zondag, het balletje, zijn vorstinnetje, ze wilde hem niet meer. Van pijn kromp hij ineen, verliet zo stoer mogelijk binnenwaarts van sluimerend verdriet naar diepe leegte en flippend het casino. Huilend zonder traan, met verwrongen open mond, ijverig gebukt, verliet zo stoer mogelijk het gokpaleis. Zijn mede-theologanten achterlaten op deze voorheen zo boeiende categorisatie. Hij is goed. Centrisch mens? Dat is een harde vraag. Nee, helemaal niet. Nee? Geen harde vraag bedoel ik. Ik denk dat ik een super egocentrisch mens ben, ja. Is dat nodig voor een kunstenaar om egocentrisch te zijn? Geen idee. Je hebt nooit van nagedacht? Nou, nodig. Ik vind het meer eerder vanzelfsprekend. Weet je. Dus. Als je dus een beetje ambitieus bent op kunstgebied, dan is het bijna onvermijdelijk dat je dan egocentrisch bent. Althans, ik ben totaal niet geïnteresseerd in wat mijn collega's doen, bijvoorbeeld. Maar dat... In een museum zul je mij niet vinden. Maar egocentrisch, maar dat gaat niet alleen op voor wat je maakt, maar ook... Ik denk dat ik toch wel behoorlijk... De enige waar, ten opzichte van wie ik dat niet heb is of ten opzichte waar ik dat minder heb is mijn dochter Lola. Ja, ja. En dat neemt mijn vriendin ook vaak kwalijk dat ik dus niet zo onvoorwaardelijk van haar hou als van Lola, weet je. En toch helpt dat in je hoofd als je dus... Als je weer eens ruzie hebt met je vrouw, is een tip. Probeer dan even een knop om te draaien en vraag je af hoe zou ik met mijn kind omgaan in dit geval. Want je krijgt vaak zo'n irritabele toestanden als je in verhoudingen, weet je wel. Dus dan wordt het altijd, dank je, dan wordt het zo'n vijandschap bijna, weet je. Elkaar aftroeven en zo. Ken je dat niet? In een heleboel relaties heb je dat. Dus, men kent elkaar dan lang, weet je, en dan gaan ze dus een beetje cynisch over elkaar doen en zo. Ja, nee, ik heb een korrel zout nemen. Meegemaakt en, dat heel... iemand iets op de wand had geschreven waar ik woonde. Ja, dat... Maar ik bedoel, dat kan dus zo'n gewoonte worden. Dat wedstrijdelement. Dat je op een gegeven moment verlies je uit het oog hoe dat het ook nog iets anders is. Zo heb ik dat tenminste altijd in relaties. Uh-huh. En door dan aan Lola te denken, door een dochter te denken, kan ik dus... Dan word ik een beetje een stukje weker. Er is heel veel veranderd sinds je een dochter hebt. Absoluut. Volledig, het leven begint, alles begint opnieuw. In één keer blijkt
in één keer maakt het allemaal sens. Dus in één keer begrijp je waar, hoe het allemaal bedoeld is. Ja? Ik bedoel, als je geen kinderen hebt... Je wordt er bijna godsdienstig van. Als je het zo wil noemen. Ik bedoel, het is in ieder geval... als ik moest kiezen tussen God en Lola, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Nee. Dat is toch François Content, hè? Ja. Ja. Ik denk ik nog wel 100 jaar geleden... Wil je zo'n dingetje spelen? Van... In Den Haag heb zien spelen, ja. Nee? Ja, ik heb jou... In... Hoe heet die groep waar je heel... Swinging Soul Machine? Ja, de Swinging Soul Machine heb ik je wel in zien in zijn spelen. Ik weet niet, ze hebben niet twee mannen. Weet ik niet. Wat zei je, man? En C, is dat goed? Daddy, what is that? And what's that over there? And daddy, can I have that big elephant over there? Goed liedje staat, hè? Ken je het? Ja. Oscar Brown Jr. Ja. Die drugs, dat is toch ook een onderwerp. Word je er niet zo langzamerhand doodziek van om daarover te hebben? Ik vind het een buitengewoon boeiend. Ja? Meen je dat? Ja. Want het is een heel belangrijk element, weet je wel. Dus, kijk, Het heeft jou eigenlijk een soort... In je leven heb je dus een aantal van die soort vaste kameraden, weet je. Omdat ik vind alcohol ook te gek. En ik vind gokken leuk en ik vind schilderen leuk. En muziek en schrijven. En drugs. En vrij vind ik heel leuk. Mijn dochter vind ik het allerleukste. Maar er zijn bepaalde gegevens van die steunpilaren waar je dus je leven toch wel zo'n beetje omdraait. Dan. Maar die drugs heeft jou gewoon over je verlegenheid heen geholpen, neem ik aan. Ja, in eerste instantie wel. Dat gaat nou niet meer zo erg op, hoor. En nu is het gewoon moeilijk om er vanaf te komen, natuurlijk. Nou, het lijkt me zeer saai om er vanaf te gaan. Ja. Oh, ik heb gisteren nog een klein stukje voorlezen over... Ik ben inmiddels weer met mijn volgende boek aan de slag. Waarin ook verwerkt de avonturen van Joop Wolf, de onbekende stille. Joop. Die, dat is een detective. Die mag knippen toch nog? Ja. Och, wat ik al niet meemaakte. Ik herinner me dat een destijds, je zou kunnen zeggen, een concurrerende groep met ons samen optrad. Dat was natuurlijk altijd extra spannend. Hun naam is me even ontschoten, maar de zanger heette T. Lau. Maar pianospelen enig. Zelfs zo goed dat ik backstage net deed alsof ik net deed. In een diep zwart van sombere naar onreinheid zwemende, niet weg te feesten, misère, tevens zonde. Gezocht of gewild, maar in ieder geval onbegrijpelijk vreten. En oh, hoe het publiek luidruchtig toejuichend in hun inconsequente godenleer. Maar wij als min of meer zelfbewuste deterministen, de rock'n'roll etalage, wij die moesten doorgaan voor volwaardig eindresultaat mens. Wij hadden te kort gespeeld volgens de geschochte autoriteiten. Te kort gespeeld. En dat terwijl het mij al halverwege het eerste nummer de strot uitkwam.
En dan allengs weer opverend, alsof men akkoorden als kelken opbloeien ziet, wondersnel verdroomd, beweegloos, want begaafd waren we. Wel nu, lief dagboek, nu komt eigenlijk de clue waaruit zou blijken dat het heus niet alleen haat en nijd is in de wereld der showbusiness met zijn verdettes. Speed maakte hem wellicht literair ongevoelig en uiteindelijk tot de enige onverloofde, want wat moest hij ook tussen die stijve theetrommels? Daarbij komt, het kan gesnoven, gerookt, geslikt en gespoten, zei het, niet subcutaan, want dat doet zeer, maar goed, intraveneus, heeft het een sprake van gewenning. Hierdoor kun je in de verleiding komen. Oh, jij pilletje in de slokdarm der onbevlekte. Zonder jou had hij zich nog steeds een schele boerenlul der middenstand gevoeld. Zei het uit de hoofdstad van, maar gelegen aan een IJssel van wiens zwemwater tot op heden nauwelijks iets negatiefs te melden. De reden dat hij zich liever in het sportfondsenbad begaf was omdat hij er pal naast woonde. In die super eenzame villa verloren op het industrieterrein tussen Philips en een uiterst brandbare verffabriek. Wiens voetbal in de pauze menigmaal de bal deed belanden in een tuin, behorend bij die eenzame villa. Waarom het zo erg is dat hij uit Zwolle komt, zullen we moeten refereren. Terug naar het begin van dit vooralsnog slaapverwekkende hoofdstuk. Hij is benieuwd, tevens vertwijfeld. Kwaliteit staat namelijk in het vaandel van zijn misschien onberedeneerd gigantisch kritisch binnenhoofd. Ik zie hier een biografie van Brian Wilson. Lester Bang. De Ramones. Albert Goldman, verzameling. Red Hot Chili Peppers. Conversation met Tom Wolfe. They All Sing Blues. Dit is Jack Jones, weet je wel, die mafkees die hier zo'n religieuze secte had. The Stones, James Brown. Peter Paulette, Charles Bukowski, Ken Casey, Hank Williams, Vaandrager, weet je wel. Maar dus van die Henry Rollins, dat is een hele serie boeken uit. Die zijn echt goed. En bepaalde, kijk, je kunt moeilijk allemaal bijhouden wat goed is, maar dus soms dan geeft iemand je een goede tip op het gebied van de dek van detectives. Ja. Mag die kraan even. Van dit. Maar het is erg. Het is moeilijk te zeggen. Want toen je in Amerika. Het is vervelend dat ze met het. Toen je in Amerika kwam, toen redde je het op een of andere manier nu niet. Denk je dat het. Nee, daar werd ik gelijk dus onderuit gehaald door het, de hele aanpak ook. Ja, maar zou dat ook niet een beetje komen? Want ik ken het verhaal wel een beetje. Verkeerde producer, verkeerd gedoe en zo allemaal. Maar, verkeerde doop. Oh ja? Of geen doop eigenlijk. Dus, oh, geen doop. Terwijl je dus de wereld moet veroveren, moet je al afkikkend, moet men dus de wereld veroveren. Nou, dat is heus niet zo makkelijk hoor. Nee. Maar had het ook niet te maken met het feit dat. Nou, ik ga terug naar de meisjes. Even verslaafd aan meisjes. Absoluut. Zullen we het potje even afmaken? Zullen we het potje afmaken? Ja. Ja. Wij staan achter. Ja, wij staan achter. Even hoor, desnoods bewijs van pauze. Ja, ja, we krijgen nou zo wil dit dat, ja. Zo zijn we niet getrouwd. Nee, maar ik stamp toch niet uit. Oh, dat was een mislukte poging tot effect. Ja. Ah! Ja! 3-3. Nou, dan ga ik hem even anders opstellen. 3-2. Nee, 3-3. Ik had het waren alleen. Ja, maar daarvoor nog winning. Nee, het is, nee, maar we zijn overnieuw begonnen. Dan is het 2-2. Nee, het is 3-2. Dus we hebben al 3 gewonnen gemaakt. Echt waar? Echt waar. Ik vind het toch. Nee, kijk dan. Shit. Maar ik ben blij dat het toch zover is gekomen. U kent hem allemaal als rocker, of als kunstenaar, of gewoon als fenomeen. Maar wat weinigen weten is dat hij ook een liefhebber is van big band muziek. Nu in Amerika de big bands weer helemaal terug in beeld zijn, geeft mijn volgende gast ook in Nederland het goede voorbeeld. Hij heeft een brug gemaakt tussen rock en jazzmuziek, waarbij vanavond ook ruimte is voor een aantal solisten van de Cor & Co band. Luistert u naar Back on the Corner door niemand minder dan Herman Brood.
corner, right back on the corner. I've been in this position too many times before. And I'm back by my lonesome, right back by my lonesome, watching the people moving from door to door. Corner. Been in this position too many times before. Met poepschilder heb ik wel altijd een bepaald soort poep nodig, maar ik dus natuurlijk niet. De samenstelling van kan verklappen. Ik ken wel veel kunstenaars die poep maken. Maar gebruiken is niet zo gangbaar, nee. Ik vind poep, dat doet me denken aan natuur, aan het platteland. Aan dus vergezichten. Aan horizon. De lucht van poep is voor mij betekent vrijheid. Je hebt wel van die juppie die, ja, ik heb geen geld voor verf, rot op, kom op. Weet je wel, die hele lichaam zit er vol mee. Je zit niet voor één gat gevangen. Je hebt poep, bloed, snot, pies, etter. Jongen, jongen, als je dan geen schilderij kan maken, dan moet je wel heel erg zuinig op jezelf zijn. Laat ik het zo zeggen, de basis is koeienpoep. Mooi is dat die poep, de kleur van de poep, op een gegeven moment ook verandert door de jaren heen. Dus je moet het zien, toilet poepen, pissen, drugs nemen, veiligheid en de agenda. Ik wil nog wel één ding verklappen. Dat de poep van een zieke koe een iets meer okerachtige uitstraling heeft. Het
het is een vrolijk idee. Als je iets met poep schildert, vind ik het is een... het is met poep geschilderd. Dat is een voordeel. Dat komt bij de lucht, is een voordeel. Het materiaal is praktisch voor niks verkrijgbaar. Zelfs een mens in gevangenschap heeft nog zijn materiaal. Het is een kleine handeling. Je veeg moet toch afvegen. Kijk eventjes in die spiegel, in je eigen poepgaatje. En dan zul je ontdekken dat er nog heel wat te beleven valt. Het is maar een tip, een ideetje. Het is moeilijk om vanuit de tube een kleur te vinden die deze kleur kan evenaren. Vandaar dat ik dus toch in die poep meende te moeten duiken. Ja, ik ben al zo bang dat het als scheidlol overkomt. Maar ja, zoek het maar uit. BNN. No shit. Als ik misschien wel veel religieus ben als jij. Ja. Dan moet je rekening mee houden. Waarom? Ik ken jou niet zo goed natuurlijk. Maar ik weet van mezelf dat ik... Omdat Hetty Heiting spreekt, ik deug. Weet je, in mijn hart, ik deug echt. Ik deug. En dan kan ik weet niet hoe het met jou zit. Jij vindt dat je deugt omdat je God hebt. Misschien vind ik wel dat je God hebt omdat je niet deugt. Doe maar een duit in het zakje. Nou, maar dat is niet een verkeerde duit. Dat is wel een goede duit, want ik heb God omdat ik niet deug. En daarom deug ik. Beetje moeilijk. Ja, dan is in dit geval is een uitstekende oplossing. Forget what used to be. Als ik nu met Henk zou spreken, zou ik dus op een veel meer level, niet van dat ik dus de onwetende was. Ik heb zoveel bijgeleerd, weet je. Dat ik, nu zou ik dus meer op een gelijk... We zijn het nu veel meer eens, denk ik. Weet je. Dat zou leuk zijn om nog een keer te doen. Hè? Absoluut. Ja. Absoluut. En ik ben er heel erg mee bezig en heel erg... En hoe kun je dus dat al die dingen aanwenden zodat de mensen er ook wat aan hebben? Misschien wil hij dat nog een keer. Misschien wel hier bij jou een keer gewoon gezellig, zonder een camera erbij. Kan ook, ja. Mag je ook vragen, wil je dat nog een keer, Henk? Ik zou het heel op prijs stellen om met jou nog een keer deze materie door te nemen. Omdat ik mij verbeeld dat ik zeer veel bijgeleerd heb. De vraag ligt er, Henk. Ik wil dat wel. Ik zit een beetje naar jou te kijken, hoe je dan terug zit te kijken naar zo'n gesprek. Hoe zie je zo'n gesprek met Herman terug? Ja, ik vind dat... Hoe moet je dat nou zeggen? Ik weet dat niet zo goed. Ik vind een moordvent. Ik stel me dan voor, hè, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Maar ik stel me vaak voor mezelf dat ik straks voor Gods aangezicht sta. Hè, dat ik daar ben en dat Herman daar komt. En dat ik zal zeggen, Heer, dat is Herman Brood. Begrijp je een beetje? Ik weet niet zo goed hoe ik dat uitleggen moet. Ik zou die mensen vreselijk graag bij willen hebben. Ik wil ook best graag een keer met hen praten. En ik weet wel dat je de hele wereld niet in je hart sluiten kan. Maar mensen die je ontmoet hebt, daar is dan toch zoiets als wat de Bijbel ons zegt, denk ik. Van de liefde van Christus drijft ons. En naar zo'n jongen toe, denk ik. Dat helpt mij ook in mijn toewijding naar de Heere God. Dan zeg ik wel, hij zegt in het begin even zo, je deugt niet. Dan zeg ik terecht van, inderdaad, daarom heb ik God nodig en daarom deug ik. Maar dat geeft mij ook een diep verlangen om heel dicht bij God te leven, zodat ik hem op geen enkele manier in de weg kan staan. En die door me heen toch iets zien kan van de Heer Jezus. Jij neemt hem heel serieus. Ja, natuurlijk. En voor veel mensen is Herman Brood iemand waarbij je af zit te vragen, speelt hij nou een rolletje? Speelt hij een spel met je? Ik heb geen zin om dat te analyseren. Gewoon geen zin in. Hij is voor mij een mens van wie ik, tot op zekere hoogte wil ik ook wel heel bescheiden zijn, maar van wie ik hou, omdat ik hem ontmoet heb.
En omdat wij het goed hadden samen, heeft me ook verschillende keren een kaartje gestuurd daarna. En zo, weet je wel, uitgenodigd voor expositie. We hadden het goed met elkaar. Zo'n jongen heeft toch, zonder overdrijven, een plekje in mijn hart. Dus ik heb geen zin om hem te analyseren. Hij is voor mij een mens die ook, ja, die iets met God te maken heeft. Die God er graag bij wil hebben. Dus hij is kostbaar voor me. Het doet jou veel, hè, om dit terug te zien. Ja, ja. Dat doet mij echt veel. En zijn denkwereld is natuurlijk een hele andere dan de mijne. En ik kan hem niet raken daarin. Er zijn veel dingen die ik niet begrijp van hem. Als hij zegt ik deug, dan kan ik daar niet zo erg veel mee. Maar ik wil wel erg proberen om hem te begrijpen. In de belangstelling. En het is ook nog mijn absoluut favoriete muziek. Herman Brood heeft het als geen ander begrepen. Hij werkte zijn stokoude, maar nog altijd even swingende hit Saturday Night om tot een echt big band stuk. En vanavond, u hoort ze al, is hier samen met zijn 13 man sterke formatie. Saturday Night! Soul music jumps out of the jukebox. Chicks hang around, dressed to kill, surrounded by the boys, bees on the honey, and do some don't, some never will. It was a freezing night, stood on the corner, a man passed by, asked us what we do and what we need, pointed his finger, talking about his finger, to the wrong side of the street. Doing nothing, honey, just hang around. Or do you mean, boy, I'm digging inside. Do nothing, mom, I'm just hanging out. His head all busted, looking just a little too wise. So, I just can't wait. Hey, baby, I just can't wait. For Saturday night. Saturday night. Saturday night. Saturday night. Hey, baby, yeah, I just can't wait. Open all night was just in time. He plays by the fantastic appearance of a new day. America, the green of crawling on his back, just in front of the supermarket doorway. Beautiful soul music tunes out of the jukebox. Chicks that you kill, some do, some never will. Saturday night, Saturday night, Saturday night. En als u goed gekeken heeft, zag u nog even dat Kim uit Goede Tijden, Slechte Tijden even haar hand op zijn, haar naam op zijn hand heeft geschreven. Goed. Geweldig optreden filmt van zijn dochtertje Holly midden in een restaurant. En je ziet hoe hij zijn kunst gebruikt als wettig betaalmiddel. Straks ga je een kaartje kopen. Via een steekpenning, hoop ik dan. Oh ja, wie ben je? En de twee brutaal. Ik ben Herman Brood. Ik ben oud, vader van kinderen. Ik heb alleen lagere school, S5. Een kunstenaar. Ik ben verslaafd aan drugs, alcohol, gokken. Toch kon het niet beter met mijn lul van 3 meter. Het is geweldig om veelzijdig te zijn, maar het gaat allemaal ten koste van elkaar. Toch uiteindelijk, elke minuut die je aan het een besteedt, zou je aan het ander kunnen besteden. Je hebt je interviews, je hebt, ik heb mijn shows met het theater, met Jules Deelder en Bartje Bot. Ik heb met de band, Walter Mens. Ik heb met de big band mijn gezinsleven.
mijn seksleven. Ik zou bijna de schilderij vergeten, die hele zaak sponsoren, weet je wel. Herman, we hebben het materiaal wat jij gedraaid hebt in de afgelopen week hebben we achter elkaar gezet. Dan wel fragmentarisch. Dus we gaan even... Een hele klus geweest. Ja, precies. Dus we gaan even kijken hoe het eruit ziet. Hele mooie. Op de foto ziet hij mijn jongste. Ja, ja. Oudste. Ik ben een opa, hoor. Ik ben opa, ja. Ja, vette pech. Ja, maar dat is mijn zoon en ik had hem dus streng verboden om zich voor te planten. Niemand thuis, niemand thuis. Doe maar. Niemand thuis, kijk. Lege bedjes, dat is mijn lot. Ah, eindelijk, eindelijk iemand. Idiot. Dat is mijn dochter Brenda. Ach, was niets anders liggen. Lege situatie. Oh, hier liggen ze. Kijk eens, nu kunnen ze het beter zien. Kijk, nou, ik zie hier Sandra en Holly dus in de slaapkamer. Oh, sorry hoor, lieverd. Ja. Hey. Mama! Kijk, daar is ook nog zo'n bloedje van kind. Nee, papa. Ja, lieve schat. Kleinste is Holly. Van 4. Dan komt Lola van 13. En Ronald van 13, maar die heb ik nog niet in beeld gezien, omdat die dus nog maar... Ronald heb ik geadopteerd en die komt pas over een paar weken officieel. Zijn zusje, ook geadopteerd, die is 19. Brenda, heb je wel even kort in beeld? Ja, ja. Dus dat zijn er al 4. Je hebt Marcel in het begin gezien. Ja. Dat is weer een hele andere periode. Dit is leuk, dit is heel leuk. Lola die is op 13, maar die meeste kinderen als ze iets ouder worden, dan zijn ze niet zo meer dat ze aan publiek dus nog bij je knuffelen of zo, weet je. Maar hij heeft een scheid aan, ze kruipt gewoon bij mij op schoot. Wat doe je op de zee? Jij wordt natuurlijk overal en altijd herkend en aangesproken, dat zie je ook weer op die zee. Gewoon op het werk, ja. Ik smul daarvan, ja? Trap ik mezelf wel eens op, ja. Dit weekend had ik in Tilburg opgetreden en het was mooi weer en die terrassen zaten helemaal vol en het was 's nachts eigenlijk al. En dan ben ik in mijn eentje en dan ga ik op zo'n terras zitten en dan... Als er dan niet heel snel iemand naar me toe komt, dan begin ik al te schreeuwen van dat ik privacy wil en zo, weet je wel. Was that old feeling? Is nou, klik hem dan. It's not a fucking... Oh, it's a camera! You know, we're on the movies, we're in the movies, okay, man. We zijn allemaal toevallige voorbijgangers, weet je. Op het moment dat je met zo'n camera loopt, dan ben je dus eigenlijk zelf al bezig om mensen naar je toe te trekken, weet je. Dat, ik vind het hele idee ook om met zo'n cameraatje rond te lopen, ook voor jullie programma, vind ik echt te gek. Je raadt het nooit waar we heen gaan. Dat is met Bartje Bot. Boulevard 1945 in Enschede. Kijk jongen, we komen overal. Ja, inderdaad. Ja. Pas bevrijd gebied, hè? 45, joh. En ja, onderweg gaan we eens lekker lullen. We gaan lekker lullen, ja. En straks gaan we een kaartje kopen. Via een steekpenning, hoop ik dan. Ja, oh ja, heb je bij je? Ja, ik moet een steekpenning maken, ja. Ja. Oh, ja. We gaan je verrassen met 1 steekpenning. Ja, dat is dus mijn poging dan om dat ik een kaartje in de trein niet hoef te betalen, weet je. Dan kun je zien als steekpenning. De meeste conducteurs vinden dat leuk en sommigen niet. Nee, meisje. Ja, geweldig. Dankjewel. Steekpenning, hè? Ja. Betaal jij meer op die manier? Is dat voor jou een witte betaalmiddel? Ja, als je het gaat uitrekenen. Dus ik doe ruilhandel met schilderijen, met elke vorm van... met de slager. Met de avondwinkel, met de... Die hebben allemaal schilderijen van jou hangen en dan krijg je een biefstukje. Ja, vooral dus bijvoorbeeld dus een bordeelhouder, die zou dus echt zijn eigen galerietje kunnen beginnen. Daar komt mijn taxi aan. Ja... Ga ik eens even inzetten. Ik was heel blij dat ik uit Zwolle vertrok. En
ik vind het nu weer leuk om te kijken waar, in dat straatje waar ik geboren ben. Kijk, hier ben ik geboren. Hier ben ik geboren, op nummer 34. Ja, dat is er eentje op. Goeie vraag. Ik loop even snel de poort in, oké? Okay? Ik zal even kijken voor je, hè? Dit is een hele belangrijke poort in mijn leven, een zeer belangrijke poort. Elke straat is dan een herinnering. Omdat ik sukkel met mijn, behalve dat ik dus oud en alleen lagere school heb. Heb ik dus ook geen geheugen, dacht ik altijd. Maar zo op het moment dat ik geconfronteerd word met zo'n straat, dan is het... Behalve het lekkere van... de ruimte om je heen, in de buitenlucht, vind ik ook mijn schilderij dus een heel mooi contrast vormen met het landschap altijd. Weet je wel? Wat dus veel milder is in kleur. Geweldig uit daar, ja. Als ik dan zo'n schilderij in een bosje zet, dan is het dus pop. Zelf tevreden, hè, man? Oké. Hoe vaak maak je een schilderij? Ja, nou kijk, ik moet mijn tijd zo enorm verdelen, maar dus soms, als ik op zo'n dag dat ik dus in een park ga, dan kan ik zo een reeks van 10 maken. Ja, want dan liggen er een heleboel bij elkaar, ja, maar dat... Dat is een soort simultaan schilderen. Ja. In hoeverre denk je dat Holly op jou lijkt? Dat is zo obvious. Nou, weet niet. Jij kent haar, wij niet. Zij is eigenlijk dan een soort een karikatuur van mij dan, weet je wel. Voor zover het nog erger kan dan. Weet je wat me opvalt? Als ze geen schroom heeft. Zij is dus heel erg contactmakend. En dat is, wat dat betreft, is dat eigenlijk contrast juist met mij toen ik zo oud was. Dan. Dus wat dat betreft lijkt ze helemaal niet op mij als je het dus in diezelfde leeftijd ziet. Maar wel zoals het nu is. En dat is haar reflectie. Dat ziet zij om zich heen natuurlijk. Met de band? Want je ziet je repeteren? Omdat ik zo ontzettend afgeleid word nu. Dus die Big Band CD's, dat nummer 5. Je kunt wel stellen dat ik dan dat gedeelte, wat ik eigenlijk de grootste uitdaging vind, mm-hmm, dus het popmuziekgedeelte, dat ik dat dan toch wel verwaarloos. Wie is dat nou? Gus of zo? Dat is Gus, drummer, ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Een heel andere kant van muziek. Dat is ook zoiets. Op het moment dat je gaat schilderen, dat je dus als schilder in de belangstelling komt, zeg, oh god, hij moet ook zo nodig schilderen. Terwijl ik al van mijn derde jaar heb ik altijd getekend. Wat jazz betreft, oh, nou moet hij weer jazz. Omdat het misschien ook enigszins in de mode is. Dat is mooi meegenomen, maar ik heb mijn hele leven naar jazz geluisterd. Maar wat trekt je erin aan om nu zelf te gaan spelen? Nou, de attractie is dat het het idee, die impact van een big band. Dus ergens hoor je jou heel zachtjes iets mompelen over je tand. Ja, maar ik kocht een stuk Noga van een Fransman op straat. En die was voor een goed doel. En ik nam één bijt en toen was mijn nieuwste constructie, die zat in het Noga. Het had wel iets van, ik hou wel van iets wat gehavend is. Dus het is toch allemaal in het kader van dat je denkt, hoe zie ik eruit, weet je wel. En bovendien is dat dan een soort, ontstaat daardoor een selectie van de... Dus die meisjes die nou overblijven, die vinden me dan, moeten we me wel echt leuk vinden als een beetje. Ik hoop nog een tijdje zo, ja. Eens kijken wat het, misschien dat ik een heel nieuw markt aanboord heb. Oh, aha, ja nee, dat is een Madame Tussaud. Recent heeft hij met zijn band een... Dalí werd daar geopend. Ja. En men vroeg mij of ik dat wou doen. En ik ben heel vaak in Cadaqués geweest, waar hij woont. En dus ik
vind hem een zeer fascinerende man. Het is niet alleen zijn, schilderijen. Maar ook dat hij daar buiten dus in het oog springt. Die ga altijd, liefst in de chicste restaurants, altijd die piemel uit de broek. Voel je vereerd dat je, zijn beeld mag onthullen vandaag? En hij? Wat is dan jouw beweegreden om inderdaad dat wassenbeeld te onthullen? Omdat ik dus A, politici altijd A, B, G, ja. Maar god. Nou, A. Het leuk vind om in de krant te komen. Mij wel verwant voel met Dalí. Doe je dat vaker, dat soort dingen? Het is toch een soort snabbel? Ja, maar het was om de hoek, weet je. En, oh nee, nu was ik A. Ik heb me vergist. Dus dat andere, die wordt dan B en C. En dan A wordt... Ja. Dat het me dwars zit, dat ik er nog niet zelf...